Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Terug naar Suriname en dan praat ik met Curtis Hofwijk. Ik lees net op Facebook, op je pagina, dat jij geveld wordt door het coronavirus. Klopt het? Geveld klinkt wel zwaar. Mm-hmm. Ik ben positief getest. Dus je bent besmet met COVID-19? Ja. Yeah. Aha. Ik weet niet hoe dit... Hoe voel je? Laat me dat beginnen. Ik kan niet ruiken en proeven. Ik hoest een beetje. Dat is het. Je kan niet ruiken en je kan ook niks proeven? Nee. En dan hoest jij hoest ook? Veel? Een beetje. Mm-hmm. En voor de rest, heb je andere pijn, ongemakken? Nee, geen andere klachten. Ben je in staat te functioneren? Kan je functioneren? Ja, man. Mm-hmm. Ik voel me voor de rest oké. Hoe ben je erachter gekomen dat je corona hebt, om het zo te doen? Ik heb ertoe geleid dat ik alarmnummer heb gebeld en me heb laten swappen. En ik heb mijn resultaten gehad en ik moest me aanmelden. Mm-hmm. Waar ben je nu dan? Ik ben nu in overheidsopvang. Mm-hmm. Je zit gewoon in zo'n... niet in het ziekenhuis? Nee, niet in het ziekenhuis. Oké, dus je bent gewoon nu in een soort quarantaine, overheidsquarantaine? Ja. Yeah. Hoe lang moet je daar blijven? Het verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben of ja, blijven heel lang omdat die hun klachten niet afnemen. Of ja, ze ontwikkelen misschien andere klachten. Maar sommige mensen van wie de klachten verdwijnen, die gaan sneller naar huis. Wanneer is dat geconstateerd bij jou? Gisteren heb ik het resultaat gehad. Gisteren heb je het resultaat gehad en waar ben je besmet geraakt? Weet je dat? Dat is moeilijk. Ik heb wel een close contact van iemand die positief is getest. En ik had ook een paar symptomen zoals niet kunnen ruiken en proeven. Dus daarom heb ik me daarna ook laten testen. En die persoon die je vertelde, hoe gaat het met die dan? Want meestal denkt men dat corona dodelijk is, maar het is niet zo. Nou, die persoon is ook positief getest en ook in overheid care. Maar gezien die dagen nu, je zit al bijna 2 dagen of je hebt de symptomen al 3 dagen. Als je het vandaag vergelijkt met de eerste dag, is het, gaat het beter? Is het heftiger? Is het rustiger? Hoe voel je dan als je het vergelijkt? Ik ben pas gisteren heb ik me aangemeld, dus ik ben hier nog 24 uur. Maar ik voel me basically the same. Mm-hmm. Maar het is niet vererger? Of het is niet minder nee, geworden? Nee. Uh-huh. Maar ik denk van... Ik onderschat dit niet hoor, maar het klinkt als een heel simpel, klein griepje. Het verschilt van persoon tot persoon. Nee, maar... Zoals ik het heb mogen begrijpen. Nee, maar zoals jij mij nu vertelt wat heb, je voelt. Ja, dat zeg ik. Ik heb milde symptomen. Dus ik heb misschien geluk. Misschien een, ja, en ik ben ook nog jong. Ik heb hier onderliggende aandoeningen. Maar ik begrijp wel dat het bij sommige mensen echt anders uitpakt. Het kan ook erger worden. Ja, dat klopt. En daarom leef je eigenlijk voor observatie. Ben je bang? No. In over het dat je door intensive care deed. Een beetje wat ik bedoel. Ik naar het... de maatak de la fode. Ik ja. Ben niet oneerbiedig. Zijn naar de mensen die het leven hebben gelaten tot nu toe. Maar mijn brada me kwam grap Amataki, if somebody's COVID, that I did it. That if you did it, that you're okay.
Jezus man, dan wordt die quarantaine toch een beetje wat jong, ja. Dus sommona leven de voorbeeld nee, dat de... Nee, nee, ik zeg, Mizaki, ja. De la fode, ja, dus, zeker. Ja, er zijn mensen die hier hun geliefde hebben verloren in deze periode en mijn condolences naar hun toe. Maar humor is een deel van het leven en toen mijn broer dat zei, kon ik het niet onderdrukken om te lachen. Dus daarom share ik dat ook. Oké, dus voor sommige overleving, dat kun je, dus moest je overleven toe. Nou, dat quote niet zo. Nee, ik bedoel, ik moet je quoten toch? No. Ik zeg, het verschilt van persoon tot persoon en ik ga geen mensen onderschatten. Maar ik vond het wel een humoristische opmerking. Dus, ik heb er wel allemaal kunnen lachen. Ja, en je lacht nog steeds, dus dat stemt mij goed hier, want ik las het bericht en de hele social media ging plat. En ik hoorde andere berichten ook. Ik heb het gedaan omdat ik heb ook heel veel berichten gehad van mensen die symptomen hebben. En ik heb ze ook geadviseerd om zich te laten testen. Er is een beetje een stigma. Mensen werden thuis gehaald met ambulance en sommige mensen willen dat niet. Dus er is nog een beetje een drempel voor sommige mensen die twijfelen over hun status. Dus ik dacht, laat me dat delen met de samenleving. Misschien dat het helpt voor sommige mensen om die drempel te verlagen. Zodat ze toch veilig, better safe than sorry, onzeker nemen en zich laten testen. Ik belde jou omdat ik een bericht kreeg van het gaat heel slecht met die man. Iemand is in het ziekenhuis geweest en heeft jou op de intensive care gezien aan de beademings. En hij weet niet of het gaat halen. Dat is mij hier... Okay. Dat heeft u als bericht? Dat heb ik net gekregen. Ik had, en ik denk van wauw, laat maar die band spreken op zijn sterfbed. Ja, weet je, nog kan. Nou, ik hoop niet dat iemand in zo'n... Maar je weet hoe het gaat, toch? Social media, die gaan dan maar daarom heb ik het ook. Ik denk, ik ben geen onbekende. Dus ik deel het gewoon vanuit mijn eigen pagina. Just the facts. En dan is er zo min mogelijk reus. Ja. Ik bedoel, je zal je hoofd vervallen hebben met andere, met belangrijkere dingen. Maar heb je toevallig naar die persconferentie ook gekeken van de president en vicepresident en minister van Financiën? Ja, ik heb zowat gekeken. Ik volg het de actualiteiten al de hele tijd. Dus ik ben niet heel erg verrast met de situatie zoals het is aangetroffen. We hebben immers geruime tijd gewaarschuwd voor maatregelen die de toenmalige regering aan het nemen was en treffen. Dat de gevolgen niet te overzien zullen zijn. Waar ik wel iets wat teleurgesteld over ben, is de maatregelen over verhoging van het belastingpercentage. Ik denk dat dat een van de minst creatieve manieren is om de problemen aan te pakken. En ik denk dat het te kort door de bocht is om de mensen die eigenlijk niet de veroorzakers zijn, meteen te belasten. Terwijl er legio aan mogelijkheden zijn. Er is BTW, er is vermogensbelasting, er is grondhuurbelasting, er zijn de echte grootverdieners. Ik zou durven namen noemen, ik zeg een Ridisa, een Kerpelani, die mensen... Kerpelani is publiek schijn dat hij over de afgelopen jaren legio aan belastingvoordelen heeft gehad. Eigenlijk de belastingbetaler heeft deze mensen gesubsidieerd, om het zo te noemen. Laten die mensen gaan inleveren. Ik vond die afstelling ook mild als het gaat om gestolen middelen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik zeg, als je de maatregelen in een bepaalde volgorde aankondigt, dan denk ik dat er minder weerstand is vanuit de samenleving. Ik bedoel, er is nog geen aanpak gemaakt om de dubbele salarissen stop te zetten of af te schaffen. En dan
worden de harde werkers al belast. Dus eigenlijk is dit een foute move, een wrong move? Nou, ik zou het niet in deze volgorde hebben aangepakt. Ik zou andere zaken eerder hebben aangepakt. Dus ik zou niet zeggen dat ik nooit op dit punt zou belanden, maar het zou niet de eerste keuze zijn. Oké. Maar je zit goed waar je nu zit. Voel je je goed? Voel je buiten dat je niet kan proeven en ruiken? Het is wel. Het is vervelend. Voor mijn zal op Nyang. Ik hou van voeding. Ik hou van eten. Je kan een heleboel slechte eten nu krijgen. Dus ja, voor jou maakt het niet uit. Toch je proeft niks. Ja. Maar voor de rest voel je je oké? Ja, voor de rest voel ik me oké. Oké, dus dat is eigenlijk een heel gevaarlijk ding. Ik bedoel, als je het hebt en je voelt je oké, dan kan je ook nog duizenden besmetten voordat je erachter komt. Ja, dat klopt. Je bent ook in contact gekomen met heel veel mensen dan. Heb je die allemaal al gewaarschuwd? Nee, in de afgelopen periode, iedereen heeft de eigen verantwoordelijkheid om social distancing toe te passen. Dus dat heb ik zoveel als mogelijk gedaan. Dus ja, als er mensen zijn die symptomen hebben, daarom ook mijn algemene oproep, dat mensen zich dan laten checken. Want wij dachten dat COVID iets is voor oudere mensen, mensen op leeftijd. Nou, dat heeft te maken met mensen die in de risicogroep zitten. Mensen met onderliggende klachten. Dat die eigenlijk verhoogde risico hebben op erge symptomen. Zoals ik dat heb begrepen althans. Nee, ik geloof dit ook. Ik dacht, jonge mensen, jij bent nog geen 30, man. Nee, ik dacht, jonge mensen krijgen het niet, want jij bent nog geen 30, toch? En je hebt... Ik ben al 32. Oh, dus, oké. Okay. Ja, maar het krijgen en milde klachten, ik denk dat het daarbij wel zou blijven. Oké. Je weet niet wanneer je naar huis mag? Nee, het wordt niet zo van tevoren aangegeven. Maar laat me hopen dat je snel terug naar huis kan en mag. Ja, ik hoop het ook dat alles meevalt en dat ik gewoon terug naar huis mag. Nou, als ik naar jouw stem luister nu, dan denk ik dat je morgen overmorgen naar huis mag. Laat hopen dat ik geen andere klachten ontwikkel. En dan denk ik dat ik naar huis mag. Ja. En hou vast aan Sommo, hè. Als Sommo had je het overleefd, dat Sommo naar kut is. Lavo, yes? Grapje maar. Beterschap, Curtis of wij van leider van Pro. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.